hetgeen wat ik er kan gaan opmaken is dat er uiteindelijk een soort van beperking zou komen op de kunstbeurzen aan zich. Nu, dat was een van de grote verworvenheden van de tijd dat ik in de beeldende kunstcommissie zat als afgevaardigde van het NICC, als kunstenaar. En wat belangrijk was aan onze stellingname was dat natuurlijk de kunstenaar als kunstenaar centraal zou blijven te staan. Dat is nu in dit geval eigenlijk, wordt dat op een of andere manier ontwaard. Ik denk dat dat ook weinig creatief is. Ik bedoel, vooral omdat het weinig flexibiliteit toelaat en omdat het nogal een vrij rigide structuur gaat worden, waardoor men eigenlijk net die creativiteit aan banden gaat leggen, terwijl ze dus eigenlijk zou moeten ondersteunen om zich. Het is ook zo dat er in die tijd dat wij dat hebben bepaald, dat er dus niet alleen, dat dat ook in die zin niet alleen over leeftijd ging, want er was ook natuurlijk nog een doorgroeibeurs voor oudere kunstenaars enzovoort. Maar er werd zeker niet een termijn geplakt of een regelvorming geopperd in de termen van dat het maar een aantal keer zou kunnen gebeuren en dat dat voor binnen bepaalde quota zou zijn. Ik bedoel, het is natuurlijk ook nogal onmogelijk omdat het een vrij onflexibele houding ten opzichte van een hele leven van een kunstenaar opgebouwd wordt. Maar dat waren dingen die toen destijds vrij nieuw waren, maar die wel letterlijk hun vruchten hebben afgeworpen. Die een volledige generatie van kunstenaars hebben mogelijk gemaakt. Waaronder, ja, ik zal maar even noemen, Klaarbuit of Hans Op de Beek of noem maar op. Dus een volledige jonge generatie eigenlijk op poten heeft gesteld. Ik vind ook dat het belangrijk is dat als men al zo'n draconische maatregelen wilt nemen, dat die één bespreekbaar moeten gemaakt worden. En dat dat binnen een zekere transparantie moet gebeuren. En natuurlijk in overleg met het cultureel veld. Dat kan ook niet anders, omdat ze daar de recipiënt van zijn. Als men al gaat voor een bepaalde idee van, ja, toch een soort van legacy op te bouwen binnen het idee van een cultuur, moet men in eerste instantie natuurlijk ook het culturele bestanddeel dat het grootste is, en dat is de kunstenaar zelf of kunstenares, ondersteunen. En in dit geval zie ik eerder een afzwakken van die positie.